Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het donderdag. Vandaag gaan we weer werken, dus dat wordt ook weer prima, zo dacht ik. Vanavond komt er weer een nieuwe aflevering van Expeditie Robinson op de buis. Dus dan hebben we weer wat te zien vanavond. Uiteraard zal ik jullie na afloop melden hoe het is gegaan in de aflevering. Eén ding is zeker vanavond. Op het Duivelseiland zal er iemand moeten vertrekken, ben ik bang. Wie dat wordt, daar gaan we vanavond achter komen. In ieder geval, over Expeditie Robinson gesproken. Vandaag is het 10 jaar geleden sinds het overlijden van Ernst Paul Hasselbach, de originele presentator van Expeditie Robinson. Hij heeft het programma van het begin in 2000 tot zijn dood in 2008 gepresenteerd. In 2008 was hij namelijk op deze dag omgekomen in Noorwegen, bij Lom. Hij was namelijk samen met Leentje Kusters, de productieassistente van het programma 71 Noord, op weg naar een opnamelocatie. Maar hun auto raakte van de weg en die belandde op de kop in een rivier. Ze overleefden het beide niet. En vervolgens gingen alle andere mensen die op dat moment betrokken waren bij het programma naar huis. Kan ik wel begrijpen. Het is heel erg ongelukkig dat Ernst Paul zo is overleden. Maar ja, we kunnen er niet veel aan veranderen. We kunnen helaas de doden niet terugbrengen. Hoe jammer dat ook soms is. Maar gelukkig doet Dennis Wening het heel erg goed op het moment. Dat kan ik wel zeggen. Na het overlijden van Ernst Paul nam Eddie Zooi het van hem over. Maar ik heb van mensen gehoord dat Eddie Zooi het helemaal niet goed deed als presentator van Expeditie Robinson. En in 2012 nam Dennis Wening dat stokje over nadat hij zelf had meegedaan aan het programma in 2010. Nou goed. We gaan langzaamaan richting Drachten. En dan gaan we weer aan het werk. Als ik later nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Home sweet home, we zijn weer thuis aangekomen. Heb weer lekker gewerkt. Heb vanmorgen weer, weer bij fitness gesport. En 's middags heb ik weer kranten bezorgd. Dus dat was weer toppie-joppie. Maar goed, nu is het tijd om wat nieuws te gaan lezen. Hier gaan we dan. Voor het eerst moet iemand aan de Britse rechtbank uitleg geven over de herkomst van een vermogen. Samira Hadjieva is het mikpunt geworden van een anticorruptieonderzoek nadat ze in 10 jaar tijd 16 miljoen Britse pond, 18,3 miljoen euro, uitgaf bij warenhuisketen Harrods. Omgerekend gaf ze 4000 pond per dag uit bij de winkelketen. Ook willen de Britse autoriteiten weten hoe ze een huis van 11,5 miljoen pond op steenworp afstand van Harrods kon betalen en de aankoop van een golfbaan van 10,5 miljoen pond kon financieren. Dat is inderdaad echt een heel goede vraag, Rhino's.
Hadjieva riskeert haar vermogen als ze niet kan uitleggen hoe ze dit heeft vergaard, melden Britse media. De vrouw, geboren in Azerbeidzjan, is het eerste doelwit van een nieuwe maatregel die het Britse Hoge Rechtshof kan instellen. De Unexplained Wealth Order, UWO. Dit is specifiek bedoeld om personen die verdacht worden van corruptie aan te pakken. In maart werd al bekend dat een politicus uit Centraal-Azië het doelwit was van een UWO. Maar woensdag werd ook bekend om wie het ging. Hadjieva is de vrouw van Jahangir Hadjiev, een bankier uit Azerbeidzjan die werkte bij een staatsbank. Hij heeft de gevangenisstraf gekregen van 15 jaar voor een fraude waarbij tientallen miljoenen verdwenen. Er staan 115 reacties van nu jij onder dit artikel. Ik ga eens proberen om een paar hiervan te lezen. De reactiemogelijkheid onder dit artikel is gesloten. Er is morgenochtend pas weer een nu jij redacteur die de reactie zal doorplaatsen. Tegen die tijd zal dit artikel niet meer op de voorpagina te zien zijn, zegt Arie Bart de Vries van de redactie. In ieder geval, Randy Rosie zegt over dit artikel, grappig, dergelijk beleid moeten ze loslaten op die knaapjes van 20 in een Mercedes van 100.000 euro. Leg het maar uit, zo niet inleveren. Achterstevoren zegt, ik ga niks goed praten, maar dat zijn vaak huurbakken. H. Koolveld antwoordt hierop, was heel grappig laatst op een terrasje. Vrijdagavond kwamen een stel jongens de lankere langs rijden in een flink getoende sportwagen van een Engels merk. Muziek even hard, etc. Racistisch als Nederlanders om daar iets van af te roepen. Maar de situatie was toch een beetje geladen. Zitten er andere, ik denk de Marokkaanse jongeren op dat terras en die beginnen heel lachend heel hard te roepen. Ga weg jong met je huurauto. En echt een halve minuut lang iedereen lachen zijn ze doorgereden. Of misschien konden ze er toch om lachen en kwamen ze later terug. Ik liep toevallig langs. Maar het was wel een heel grappig tafereel. Waar aanvankelijk toch een beetje ergernis was, kon je ook wel voelen. Klonken trouwens wel of ze elkaar kenden. Maar dat werd op een grappige manier dus aan de orde gesteld, zegt H. Koolveld. H. ambtenaar zegt, ja, cash afgerekend. Dat is makkelijker dan je drugsgeld eerst wit te moeten wassen en dan een auto kopen. Sip 1987 zegt, doen ze al, pluk ze wetgeving. Jumet zegt, drugsgeld, je krijgt gewoon een nieuwe Volkswagen of een jetski in plaats van geld tegenwoordig. Kan je het makkelijker verantwoorden? Vervolgens verkoop je die voor cash. Hoef je ook niets te wassen. Jullie kijken te vaak tv. Ricky Montana zegt, beetje rijke mensen pesten en dan vooral van buitenlandse afkomst die je land overeind houden om de Brexit te compenseren. Als dit een trend wordt, vertrekken alle rijkaards binnenkort naar Europa. Engeland heeft op dit moment niks te bieden dan alleen de Harrods. Anticapitalisme zegt, nee, mogelijke corruptie en fraudeonderzoek is niet pesten. Achterstevoren antwoord, shoppen bij Harrods en een villa kopen equals het land redden. Juist ja. Kees Bibber zegt, wat een rare opmerking. Dit is geld gejat van de gewone man of vrouw uit Azerbeidzjan en belandt in de zak van een schaamteloze, gewetenloze enkeling. Dan noemt u rijke mensen pesten. Bedenkt u eens wat ze met dit geld kunnen doen op Sulawesi momenteel. Ben ik het mee eens? Mark 13 zegt, misschien heeft het ze ontdekt hoe ze zelf uit niets geld kan maken. Dat doen meerdere organisaties op deze wereld.
Anticapitalisme, antwoord. Boek van Ad Broeren. Geld komt uit de niets gelezen. Dik zegt. Wat zijn de kernpunten in het boek? Bamako zegt. Harold zal blij zijn met deze actie. Voortaan gaat ze in Dubai of New York City shoppen. Nog een paar reacties, want anders duurt het te lang. Zwolse zelfstandige penvoerder zegt, het riekt naar oneerlijk verdiend geld uitgeven. Zal deze vrouw de enige zijn onder al die miljonairs? Nee, vast niet. Het lijkt erop dat heden ten dagen meer en meer mensen op vage wijze aan heel veel geld kunnen komen. Met zoveel managers, bureaucratie en andere controlerende organen binnen georganiseerde overheid en bedrijven zou je denken dat het onmogelijk is. Maar het lijkt meer en meer voor te komen. Is dit de wereld zoals we hem willen achterlaten, waarin witte boorden, criminaliteit en corruptie de wereld overheersen? Anticapitalisme antwoord. Goed gezegd. De Wereldbank, World Bank, heeft een publicatie over je onderwerp, die je misschien interessant vindt om eens te bekijken. The Puppet Masters, staat op internet. Oké. Nu we dit allemaal hebben gelezen, denk ik dat dit een goed moment is om de opname te stoppen. Vanavond komt er weer een nieuwe aflevering van Expeditie Robinson op de buis. En zoals ik heb gezegd, ga ik jullie vertellen hoe het met de aflevering zat na afloop. Dat zien we dan wel weer. Tot vanavond, Rhino's. Zo, daar was ik weer. Jullie kunnen het misschien wel merken, maar mijn vader heeft me weer kaal geschoren. Ja, het haar werd een beetje te lang, dus ik vond dat het wel weer eens tijd werd om het kopje weer even kaal te scheren. Dus dat hadden we even gedaan voordat Expeditie Robinson begon. En over Expeditie Robinson gesproken, we gaan even een recap doen van wat er vanavond in Expeditie Robinson is gebeurd. Oké, laten we beginnen. We weten nu eindelijk waar Duivels Eiland voor was. Duivels Eiland was namelijk een manier voor Johnny, Corrie of Nienke om terug te komen in de expeditie. Johnny, Corrie en Nienke gingen namelijk een proef doen om terug in de expeditie te komen. Ze moesten namelijk een touw zien door te branden met vuur. Maar om dat vuur te kunnen aansteken, moesten ze eerst een touw waar ze aan vast zaten te zien los te krijgen. Nienke wist deze proef te winnen en ging dus terug naar Kamp Noord en mocht meedoen aan de immuniteitsproef tegen Kamp Onbekend. En over de immuniteitsproef gesproken, Kamp Noord had eindelijk een keer een immuniteitsproef gewonnen. Dus gefeliciteerd BN'ers. Maar goed, nu moest Kamp Onbekend dus naar de eilandraad toe. Voor de eerste keer in de hele expeditie. Wat ik probeer te zeggen is, Gwenda werd weggestemd van Kamp Onbekend. Zelf zag ze het totaal niet aankomen en gedurende haar tijd in de expeditie was ze ook wel zeker van haar zaak. Bleek uit eiland praat.
Naast de stemmen die naar Gwenda gingen, stemden er ook twee op Sandra en ook één iemand op Jan. Wie dat allemaal hebben gedaan? Geen idee. Is ook niet echt belangrijk. In ieder geval, we hebben weer een aflevering van Expeditie Robinson Rob zitten. En we gaan kijken wat Expeditie Robinson volgende week voor ons in petto heeft. Maar goed, hierbij gaan we de vlog afsluiten. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer gelijk mijn kanaal hier beneden. Like even mijn Facebookpagina. Op Facebook ben ik te vinden als Mr. Rhino. Dan blijf je op de hoogte van dingen die ik daar plaats. En volg me op Instagram. Op Instagram heet ik Alex Neushoorn. Dan blijf je op de hoogte van dingen die ik daar plaats. In ieder geval, ik hoop jullie weer te zien bij een gloednieuwe vlog. En dat zeg ik nu zoals altijd. Later.